Maar nu blijkt de Invictus Games nog steeds aan de gang en heel erg leuk te zijn. Dus we gaan gewoon naar binnen. Ronde 3 van de chemotabletten. Ronde 3 alweer, hè? Gaat beginnen. Ja, het geeft toch allemaal net weer wat extra percentages. En daar is ons paleisje weer. En oma Elsje die is heel, heel erg ziek. Here we go. We gaan naar het concertje van Waylon. Waylon. Waarom denk je dat je dit krijgt? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We dachten we gaan even naar het Zuiderpark, naar de speeltuin. Maar nu blijkt de Invictus Games nog steeds aan de gang en heel erg leuk te zijn. Dus we gaan gewoon naar binnen en dan zien we wel hoe ver we komen. Super druk in ieder geval en heel lekker weer, dus dat is helemaal top. Oh shit. Nou, door de poortjes en we zijn binnen en Jesse die vraagt of we een foto willen maken. Oh, sorry. Geeft niks. Jij is ietsje lager. Ja. I play guitar, I ride a bike. Okay, how many people have seen a dog riding the bike? Ja, zie je, ja, snel. Ik heb niet zo goed. Zo, dat is stoer. Nou, dat lijkt me wel verstandig. Hey, pick your baas, lekker! Goed zo! Hoi schat! Wel blijf staan als je wilt. Wauw, Jess! Wat een ziek idee. Kijk, gelijk alle knopjes. Wat zet je aan? Niet starten, hè? Oh, je moet even kijken. Wat een apparaat, zeg. Nu mag je zakken. Dat is cool. En van de tank op de motor. Want bij het vliegtuig staat er te lange rij. Hey. Mag mama bij jou achterop? Ja. Oké. Ik weet niet of hij dat aan kan. Goed wat dit. Wat is dit? Oeh! Mag mama bij jou achterop? Ja. Papato, niet tussen de deur! Oh, mis! Mis! Deze knipper. Jesse deed het beter net hoor, ik weet niet. Ja, fuck die centimeter afstand. Ja, nou kijk hier, doet hij mee! Yeah. Even een lekkere kledder, pothot. Lekker, Jess. Zo even een doekje pakken hiervoor, hè? Ja. We zijn onderweg naar het ziekenhuis, want ronde 3 van de chemotabletten. Ronde 3 alweer, hè? Gaat beginnen. Ja. En Sergio die voelde zich gisteren echt een heel stuk beter. Maar s'avonds ging het toch weer even mis. Ja, 2 hapjes pasta en ja, ging er vanaf. En vandaag op de weegschaal gestaan. Dus ook een bijzondere manier van lijnen, dit. Ik ben 5 kilo kwijt sinds vrijdag. Dat zijn 4 dagen. Ja, dat is niet normaal. Is niet helemaal oké, okay, inderdaad. Vanmorgen een pannenkoekje op, gewoon droog. Dus zonder iets erop. Die valt wel lekker, moet ik zeggen. Dus laten we hopen dat we dit zo binnen kunnen houden. Ja, we moeten wel een beetje doorlopen. En we gaan doorlopen. Dat was hem weer. Nou, ja, was gezellig. Was gezellig bij de oudsfeer. Ja, nee, de bloedtest was goed.
lever wel weer, ja, was wel wat aangetast, maar wel minder dan de vorige keer. En ook niet zo gek, want ja, je lever die vecht nou eenmaal tegen gif. Dus. En ja, de bloedcellen, de witte bloedcellen waren eigenlijk wel goed weer. Toch? Het zag er allemaal goed uit, ja. Ja, dus ik mocht beginnen aan mijn derde dosis. Jippie-jajee. Gelukkig verder nog nergens last van. Dus ik hoop dat het zo blijft. Het is natuurlijk wel een opbouwend iets. Ik krijg 8 van die... sessies, om zo maar even te zeggen. En ja, meestal na de 4e kan je misschien wat meer last gaan krijgen. Maar laten we hopen van niet. En zowel hopen dat het allemaal meevalt. Ja, het geeft toch allemaal net weer wat extra percentages. En ik wil gewoon alles doen. En ja, zonder concessies. Full package. Ja, dus dat is gedaan. Ik heb weer een nieuwe dosis opgehaald. Volgende keer gaan we het waarschijnlijk telefonisch afhandelen. En ja, dan zien we weer hoe het dan is. We gaan nu naar het huis. Eerst even snel naar huis om wat dingetjes uit te printen. Meetlint nog een keer te pakken. En dan gaan we door het huis lopen met de voorschouw. Ik ben heel benieuwd, want er zijn toch nog wel het een en ander aan dingetjes die bij andere mensen niet goed waren in ieder geval. Ja. Ja, waar ik nu het meeste mee zit is met die taatsdeur. Ja. Als we daar genoeg ruimte voor hebben in de vloer en ja, hoe dat er allemaal zit en als die dan niet in de waterleiding gaat zitten en of we dat dan risico moeten nemen. Ja, aan de andere kant, een paar tientjes hebben een leidingzoeker. Ja, het is toch sowieso handig om in huis te hebben, toch? Ja, het is handig. Ja. Hoe vaak heb je het nodig? Ja, weet ik niet. Ja. En we hebben morgen een intakeafspraak bij Jesse zijn basisschool. Want we hebben hem dus ingeschreven. En we hebben een uitnodiging gekregen, dus we zijn super blij. Dat hij daar voor hun in ieder geval is aangenomen. Wij hebben morgen een intakegesprek. En ik denk dat het dan zo is dat als wij nog steeds enthousiast zijn. Dat we het aanmeldformulier kunnen inleveren. Top! Ja, dat was echt het beste nieuws van vorige week. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Want ja, dat is gewoon ook het meest dichtbij. En het is in die wijk. Dus dan heb je toch ook meer vriendjes vanuit die wijk. Hè, waar je dan mee omgaat. Dan dat je een paar kilometer verderop moet gaan zitten. Dus, nou. Let the good news coming. Let the good news coming. dat is geen goed nieuws. Dat is Engels, very, very good Engels. Dus let's keep it all that. Dan ben ik ook nou in de site. Keep the good news coming. Keep the good news coming. Keep the good news coming. Now you got it, girl. Yes. Yes. It's okay. Amazing. It's amazing. Daar is ons paleisje weer. Oh, kijk nou, de garage is betegeld. En de deur staat open. Betegeld. Wat? Zeg ik het verkeerd? Gemetseld. Ja, gemetseld. Er is die weer hoor. Oh. Hier is het mooi afgewerkt. Mooi dicht. Klaar staat er, klaar. Oh, er zitten allemaal. Ik dacht serieus dat we allemaal nog al die plaatjes moesten kopen. Wat doe je nou met mijn water? Sorry. Maar eigenlijk dat we nog wel een deur vast gekregen. Ja. Cor staat buiten. Oh, we gaan even naar Cor. We gaan even naar Cor. Een hele goede morgen allemaal. Nou, we zitten met z'n tweeën aan tafel, want René die zit
nu even op het toilet. Die is net wakker. En oma Elsje die is heel, heel erg ziek. Die heeft het heel goed te pakken. En dat is zo zielig om te zien, hè. Nou weet ik ook hoe ik erbij lag. En oma Petra, die hebben we elkaar gestoken. Dus ja, het is toch behoorlijk besmettelijk. Volgende keer als we iets hebben, dan denken we toch van, we blijven lekker thuis. We zijn ons aan het klaarmaken voor zometeen naar de school te gaan van Jesse. Voor een intake. We zijn super blij dat hij daar naartoe mag. En ik heb voor het eerst in 5 dagen een bakje koffie gezet. Kijken hoe die valt. Adam. Die deur hebben spaced armor, hè? Wat? Die deur heeft spaced armor. Ja, ik zag het. Behalve dat hendeltje. Mama. Ja. Jij gaat daar zitten, ga ik iets kijken. Mama. Ja? Jij gaat daar zitten, ga ik iets kijken. Maar wie kan jij nog zitten? Je maakt ze foto van mij. Ga jij daar zitten, ga ik nog iets kijken. Oké. Okay. Ik ga wel even hier zitten. Ja, laag. Oké. Ik zie een nijlpaard. Zie je een nijlpaard? Ja. Oh. Nou, top. Ja, dit. Je moet camera pakken, dan kan je er meerdere maken. We zijn inmiddels dag 2. En hij is nog niet uitgekeken. Hij gebruikt ze voor safari. Oh ja, precies. Nee, dat is beter. Vind ik ook wel veel beter eigenlijk. Hij hoeft voor mij niet zozeer... Nee. Hey, hey. Jesse en mama in de zweefmolen. Oh jee.
Hallo. Ja, je gelooft het niet, maar we gaan weer naar de Invictus Games. Ja. Dag 3 inmiddels. We gaan naar het concertje van Waylon. Waylon. En ik ben best wel fan. Ja. Dat vind ik echt super leuk. En ben ik helemaal Waylon uitgedost. Gelukkig mocht Jesse Silver bij Suus blijven eten, de gastouder, zodat wij gewoon lekker met z'n tweeën konden gaan. Anders hadden we hem meegenomen, maar je weet toch niet of je hem daar in ieder geval voor zo'n lange tijd een plezier mee doet. Hij vindt muziek wel helemaal leuk, maar voor zo lang weet ik niet. Nee. Dus dat is fijn. Nou, we gaan doorlopen, want we zijn weer een beetje aan de late kant. Dat was echt onwijs kicken. Ja, dat is echt helemaal mijn ding. Ik hou hier wel van, lekker eventjes een beetje headbangen en een beetje rock'n'roll en een beetje country. Vooral veel gitaren. Heel veel gitaren. En echt wel een eigen list, zeg maar, die ze normaal gesproken niet zoveel zullen spelen, denk ik. De laatste 3 nummers waren dan bekend. Huh? Ja. En de rest was allemaal onbekend. Ja. Erg leuk. We hebben genoten. We gingen iets vroeger weg, want we moeten Jesse halen. Ja. Dus, en mijn voeten doen het niet meer. En jouw voeten doen het niet meer. Papa en mama zijn weer bijna thuis. Ik ga Jesse halen. Lieve Jesse. Papa en mama hebben dit voor jou gekocht. Papa en mama hebben voor jou cadeautjes gekocht. En weet je waarom? Waarom denk jij? Waarom denk je dat je dit krijgt? Dat ik het goed heb. Ja, heel goed van jou. Dat je niet meer in de leien poept. Ja. Wat kan dat nou zijn? Wat kan dat nou zijn? Omdat jij nu alles op de wc doet. Dan zijn wij super trots op jou. Mijn mama! Nee. Kijk eens. Kruiden! Ja. Wat zit daarin? Nou, de volgende. Wat zit daarin? Ja, ze stinken, hè? Ja. Wat kan dat nou zijn? Nou, wat kan dat nou zijn? Een anusdruppel. Oh, je bent wat? Dat is... Dat is niet dat oma. Ja, kleuren. Een tekenboek. Dat is waterkleuren. Een waterverfboekje. Ik zie dat. Wat is dit? Dat is de vader! Ja. Wat is dit? Hij! Ja! Freek Vonk. Wat is dit? Octopus! Nou. Wat zei die nou laatst? Een bul terug. Een bul terug. Het is een tijger. Een tijger. Ja. Het boek.
Ja, het is hetzelfde met waterverf. Zie je dat? Een vork. Wat zit daarin? Wat zit daarin? Wat zit daarin? Jesse, wat is dit? Wat is dat? Dat is een bellenblaas! Ja! Een hele grote bellenblaas! Mag ik dat aan? Het is allemaal van morgen. Wat is dit, Jesse? Het is iemand! Ik denk dat je deze heel leuk vindt. Denk ik. Wat zit daarin? Ja, het, ja, een cadeautje. Je lijkt wel jarig, hè? Klappertje! Poedie! Nee, dat is... Zal ik het eruit halen? Ja. Dat is pap... Paw Patrol! Paw Patrol! En wie is dat dan van Paw Patrol? Dat is Marshall! Marshall? Ja, en die doe je dan op je rug. En dan doe je daar water in. Kijk, die doe je op je rug en doe je daar water in. En dan, en dan kan je hier... Ja, dan doe je daar een pompje en een slangetje aan. Kijk, die doe je hier aan. Zo. En hier doen we dan water in. Andere kant, Jesse. Kijk, deze op je rug. Nee, kom eens hier. Hier je arm erin. Ja? Hier je arm erin. Zo. Dan doen we deze hier. En dan doen we water in je rugzak. Hierin. En dan kun je zo met water spugen. Vooral leuk als het mooi weer is, ja, hè? Superleuk voor als het mooi weer is. We hebben nog één groot cadeautje, maar dat is ook voor als het zonnetje heel erg schijnt. Wat kan dat zijn? Wat kan dat nou zijn? Wat kan dat zijn? Nou! Ja, die is heel zwaar. Ja! Vind je die leuk? Ja, mag ik dat doen? Als het heel lekker weer is van de week. Als de zon schijnt, gaan we deze helemaal oppompen. Gaan we er water in doen en dan kan je daarin spelen. Maar dan liggen op de bank. Ja. Ik heb net even een pizzatje naar binnen gewerkt. En Sergio heeft ook 2 pizzastukjes op. Mm-hmm. En die is gelijk weer van slag. Ja, het waren 2 stukjes te veel. Ik ben er helemaal misselijk van. Zeg, ik ben zelf ook helemaal kapot van vanavond. Echt, mijn benen voelen als lood, niet normaal. En door de chemo kan het wel zo zijn dat mijn voeten gevoeliger zijn. Ja. Dus we gaan lekker afsluiten, we gaan naar bed. Ja, vind ik een goed plan. Hopelijk vond je dit een leuke vlog. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet de notifications aan te zetten. En vergeet niet te abonneren. Vergeet ook vooral niet te abonneren. Zie je graag bij de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao.